Welkom bij deze video. Vandaag ga ik voor het eerst een HDR-foto maken in Aurora. En ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik ga eens even kijken. Ik heb het programma net geopend. Ik open images. Ik kan de beelden lijkt niet zien. Dat kan zijn omdat ik met rolbestanden werk. Wellicht zal je de JPEGs wel zien. Ik zal eens even kijken welke nummers ik nodig heb. Ik ben namelijk bij Radio Kootwijk geweest een tijd geleden. En daar heb ik een aantal foto's gemaakt. Ik ga kijken of ik een HDR foto kan maken met... Nou, laten we zeggen 3 foto's. Dus even kijken of dat lukt. Openen. 2 stops onderbelicht, normaal en bijna 2 stops overbelicht. Ik zeg eventjes hier ghost reduction, ontruizen, chromatic reduction, aberration reduction. Hier staat bij wat het precies allemaal doet. Ik zeg maak HDR. Dit zijn wel foto's die je vanaf statief moet maken. Kijk, dit is die geworden. Dan gaan we even kijken wat het origineel zou doen. Kijk, ja, een neutrale foto is wel echt een stuk donkerder. En dat is wanneer de camera in ieder geval zegt hier, dit is een goed belichte foto. Alleen je bent binnen, dus ziet het er al vrij donker uit. En dit is de HDR foto. Kijk, de achterkant die zie je nog redelijk goed in het origineel. Die vind ik in de HDR niet per se beter. Maar Aurora heeft hier ook nog een aantal voorinstellingen, die kunnen we gewoon eens even doorheen gaan. Eens kijken wat het doet. Dan kun je gewoon een soort preset pakken die je gaaf vindt. Dit is specifiek geënt op architectuur. Exterior en hier heb je ook detail interior. Dus interieur, gedetailleerd interieur. Dat lijkt me dan oké. Okay. Het amount die kun je nog aanpassen, zie ik. Moet niet te overdreven zijn, is mijn mening. Even kijken, een klein beetje zo. Zo, dan gaan we weer even een vergelijk maken. Nou, het interieur komt zeker goed naar voren. Hartstikke mooi. Ik ga even kijken als ik een andere... HDR Lux Collections Geek Essentials. Dus kijken wat dat is. Vivid. Detailed. Nou, zo kun je wel heel snel wat mooie varianten maken. HDR Look 1. HDR Look 2. Tonal Compressions. Hoog contrast. Even kijken. Wat hebben ze nog meer? Fixed Dark. Modesto. Nou, deze is ook wel lekker fris. Nou, hier zijn nog wat meer dingen die je kan uitzoeken. Ik kan ze hier even allemaal aanklikken. En dan kan je gewoon iets aanklikken wat dichtbij je staat, wat je gaaf vindt. Zou er iets van zwart-wit-achtig dingen bij zitten? Even kijken. Nou, het is niet helemaal zwart-wit, maar het ziet er wel gaaf uit. Muddy Black and White bijvoorbeeld. Nou, die ga ik eens even pakken. Kijk, en dan zie je hier bijvoorbeeld nog... de belichting kan ik nog aanpassen. Kan ik hier nog lichter maken. Ik kan het contrast nog een beetje omhoog gooien als ik wil. Om zo steeds een betere foto te maken. De zwarte kan ik lichter of donkerder maken. 2 keer klikken en dan komt hij weer in het midden terecht. Even kijken wat de natural look doet. Nou, laat ik die even aanhouden. Gewoon de natural look. Ontruizen.
En hier heb je nog nou, een beetje helderheid, dat soort dingetjes. Ah, dit is wel cool. Hier kun je namelijk de belichting aanpassen. Je ziet alleen dat het aan de bovenste, aan de bovenkant van de foto gebeurt. Dat is wel leuk. Kijk maar. En als ik hier op bottom klik, dan kun je dat aan de onderkant aanpassen. Dat vind ik wel een hele goede, goed verzonnen. Top, een beetje lichter maken. Ja, is leuk gedaan. Is leuk gedaan. Nou, hier heb je allerlei instellingen die je kan doen. Mijn eerste indruk is dat het redelijk makkelijk gaat. Lenscorrectie kan ik nog wel even aan toetsen. Ah ja, oké, dat is wel. Kijk. Zeker voor architectuur is dat wel gaaf om alles precies recht te kunnen zetten. En of dat in deze gaat, is maar de vraag. Maar je zou wel kunnen richten op dat achterste raam bijvoorbeeld, dat die een beetje rechter uit komt te zien. Done. Nou, zoiets hè. Even kijken. Dan gaan we nog een keer voor en na kijken. Kijk, hier zie je ook de vervorming dan uiteindelijk van de lenscorrectie erin. Maar je ziet wel dat je de foto toch een heel eind kan oppimpen. Ziet er gaaf uit. Ik ga hem eventjes exporteren. En ik ga hem even opslaan. In dit geval bij mij in Dropbox. En die hoort bij 16.2, weet ik toevallig. En zeg, stel ik hierachter, zet ik even Aurora 3 foto's. En deze zal ik straks ook gaan vergelijken met een ander softwarepakket met dezelfde foto's. Kijken wat dat doet. Kwaliteit ga ik gewoon voor 100%. Exporteren. En dan slaat hij hem op. Nu ga ik ditzelfde beeld nog een keer proberen, maar dan met 7 foto's. En dan ben ik benieuwd of dat veel verschil geeft. Dit is namelijk de standaard HDR. Dus die zal ik ook nog even exporteren. En dan zeg ik exporteren, zo weet ik dat dat de standaard is. Nu ben ik even benieuwd als ik nieuwe beelden ga openen. Dus dat wil zeggen eventjes dezelfde. En dan, kijk, hier zie je ze wel. Dus JPEG kan je wel lezen. Ik ga even kijken, weer dezelfde foto's. Maar nee, dan nu met 7 foto's. 3, 4, 5, 6, 7. En kijken wat dan het verschil is. Openen. Hij laat ze weer allemaal zien. 3 stops eronder, 3 stops erboven. 2 en 1 stops. Hier zeg ik ook lenscorrectie, ghost reduction aanpassen. En dan zeg ik, creëer die HDR maar. En dan ben ik heel benieuwd wat het verschil is tussen de 3 foto's, hoe die er standaard uitkomt. En tussen de 7 foto's, hoe die er standaard uitkomt. Dat gaan we zo zien. Even kijken. Links is weer de standaardfoto, zoals die uit de camera komt. En rechts is de foto zoals die met 7 foto's eruit komt te zien. Nou, uiteraard wel weer wat donkerder binnen. Binnen wat lichter. Ik ga deze in ieder geval even exporteren. En die ga ik opslaan als. Dit is dan 7 foto's. 7 foto's. Exporteren. En dan kunnen we zo het verschil zien. Tussen de foto met. De standaardfoto met de 7 of met. 3 foto's. Hier kan je ook weer die filters op toepassen. Ik ga even naar de architectuur, omdat het dit ook architectuur is. En dan pak ik even de interior en
Eens kijken of dat nog een beetje opgeleukt wordt. Ja, een beetje. Nou, hier zou je dat dus nog kunnen aanpassen, hè, weer. Shield. Nou, je kan hier ook de kleurtemperatuur nog aanpassen. En dat kan natuurlijk ook hier met de kleurtemperatuur slider, zeg maar. En je kan ook met het pipetje zou je dat eventueel kunnen doen. Meestal zoek ik dan een grijsachtig stukje op. En dan pakt hij meestal een beetje de dagkleur. Als ik dat ergens anders zou doen, bijvoorbeeld op donker, dan wordt hij wat geliger. En als ik helemaal op wit zou pakken, dan wordt hij ook wat geliger. Dus probeer wat grijs en dan ziet het er meestal uit als daglicht. Hij gaat uit van 18% grijs normaal gesproken. Dus dat probeer ik dan ook te pakken. Laten we zeggen, zoiets. Kijk, dan ziet het er wat frisser uit. Nou, belichting kun je in zijn geheel nog aanpassen. En zoals je straks ook gezien had, hier kan je dat ook onderaan doen. Dat vind ik toch wel leuk om alleen de top lichter te maken bijvoorbeeld. Of alleen de onderkant wat meer contrast te geven. Kijk, dan kun je toch heel makkelijk een bewerking op de onder- of de bovenkant toepassen. Leuk gedaan. Mooi. Ik laat hem zo. En het is even klaar. Tot slot wil ik nog even het verschil laten zien tussen een HDR-foto gemaakt in Aurora met 7 foto's of met 3 foto's. Nou, die van 3 foto's die heeft natuurlijk een minder groot dynamisch bereik en daardoor zal hij ook wat donkerder zijn. En zoals je ziet, als ik nu naar de 7 foto's ga, dan zie je dat deze net een klein beetje helderder, een klein beetje frisser is. Maar ik vind dat ze de beide goed doen. En zoals je ziet kun je in Aurora HDR prima die foto's bewerken en heb je genoeg footage om er een supermooi beeld van te maken. Ik zou zeggen, ga daarmee aan de slag. Mocht je nog vragen hebben over Aurora HDR of over HDR in het algemeen, laat je vragen achter in de reacties hieronder deze video. Als je het leuk vond, geef even een duimpje omhoog. Abonneer ook ons even op ons YouTube kanaal. En ik zou zeggen, join the club. Tot de volgende video.